Gisteren behaalde NEC de halve finale van de KNVB-beker. De Nijmegenaren wonnen thuis in de Goffert met 3-0 van ADO Den Haag. NEC kwam al vroeg op voorsprong door een doelpunt van Koki Ogawa. Daarna was het eigenlijk geen beste wedstrijd meer, maar toch werd NEC nog twee keer te scoren. Niet onze beste wedstrijd in de laatste weken, maar uiteindelijk gaat het op dit soort avonden ook gewoon dat je wint en doorgaat. En daar mogen we denk ik tevreden over zijn. Ja, je zegt al niet de beste wedstrijd. Je komt er heel snel op 1-0. Daarna ja, zakt het in, staat het stil. Hoe kan dat? Ja, ik miste een beetje. Hè, heeft ook te maken met ADO, hè, die het natuurlijk klein maakt en ons aan de bal laat en weinig ruimtes weggeeft. Maar ik miste een beetje de frisheid en energie in het aanvalspel. Nou, misschien ook verklaarbaar omdat je zaterdagavond nog laat speelt. Maar daardoor konden we er niet echt lekker doorheen spelen. En als het dan wel lukte, dan was de laatste paas of de aanname net niet goed. Nou, daar hebben we het in de rust over gehad. En ik denk ook tweede helft was beter. En met het inbrengen van de wissels kwam er ook meer energie. En die hebben ons daarin uitstekend geholpen. Ja, ik zag ook echt balletjes die normaal gewoon aankomen. Hele simpele, die nou niet aankwamen gewoon. Ja, maar ja, dat is ook voetbal. Hè. Zeker de laatste weken zijn we wat dat betreft natuurlijk verwend geraakt. En ja, als het soms minder gaat, dan moet je ook terugvallen, vind ik, op stabiliteit. Mag je niks weggeven. Nou, ik vond ons 10 minuten voor rust heel slordig. Grote ruimtes weggeven. Nou, dat hebben we na rust veel beter gedaan. En ja, uiteindelijk beslis je ook gewoon de wedstrijd door twee goede goals. En denk ik door goed invallen van de wissels. Vrijdag staat er weer eentje. Een carnavalswedstrijd is dat, zeg. In Brabant. Ja, nou, carnaval. Nou, ik hoop dat zij het alvast gaan vieren. Dan krijgen we misschien wel makkelijker de punten. Maar nee, wordt een pittig potje RKC. Maar ja, als wij gewoon ons niveau halen, denk ik dat we daar zeker punten kunnen halen.